Het is ruim 21 jaar geleden, maar veel mensen herinneren het zich als de dag van gisteren. De verdwijning van nimfe Polman uit Vriescheloo. Op 28 november 1991 doet nimf met haar vader boodschappen bij de dorpssupermarkt, vlakbij haar huis. Ze wil zelf naar huis lopen, maar daar komt ze nooit aan. Helemaal nooit zelf geweten. Dat was het beeld van dat de ME hier dan hier. Het was trouwens prachtig weer toe. Zo hier door de velden met die stokken aan het zoeken was waar ze dan eventueel gevonden zou kunnen worden. En ik liep zo haar naam te roepen en ik wist terwijl ik haar naam riep, die komt niet meer terug. Dat is de eerste reactie die ik had. En zij stapte uit. Ik ook. Ik ging de winkel binnen, haalde wat. Terwijl Polman zijn boodschappen deed, liep Nimfe langs de dorpsweg verder in de richting van het huis. Ik kwam de winkel weer uit, ben in de auto gestapt en het toen de weg vervolgd langs de dorpsstraat naar huis. Op het punt waar het veld begint, ben ik langs haar gereden, ze zwaaide nog. Ik zwaaide terug en daarna ben ik doorgereden naar huis. En daarna heb ik haar niet meer gezien. Het gekke is dat ik het... ik kan niet zeggen dat ik het wist, maar... het was net of niet mezelf wist. Ze had 3 nachten bij mij in bed geslapen omdat ze niet kon slapen. Zo onrustig was ze. En... die ochtend dat ze vertrekt met Peter in de auto, zit ze zo te zwaaien van dag, zoals als je gaat zwaaien als je een lange reis gaat maken. En die middag, toen ze dus niet terugkwam, ik had de hele dag ook buikpijn gehad. En die middag toen ze niet terugkwam, dan krijg je zo'n gevoel van, oh nee, het zal toch niet. En ik liep hier te zoeken op het weggetje waar jullie nou net langs zijn gereden. En ik liep zo haar naam te roepen en ik wist terwijl ik haar naam riep, die komt niet meer terug. Dat is de eerste reactie die ik had. Daarna ga je dan weer naar binnen en zeg je, ja, kom wel terug. En toen op een gegeven moment, toen besloten we toch maar, nadat ik natuurlijk al een paar keer heen en weer was gereden, dat we iets moesten gaan doen. Nou, toen kwam er... in eerste instantie een speurhond kwam de politie mee. Er kwamen allemaal mensen, ook iedereen werd ineens actief. 'S Avonds gingen allerlei vrienden, kennissen en ook volkomen onbekenden bleek achteraf. Allemaal meezoeken in de toch vrij ruime naaste omgeving. En de volgende dag, dat is iets wat ik helemaal nooit zal vergeten, dat was het beeld van dat de ME hier dan hier, het was trouwens prachtig weer toen, zo hier door de velden met die stokken aan het zoeken was waar ze dan eventueel gevonden zou kunnen worden. Ik heb er 4 jaar over gedaan om het echt te accepteren dat ze nooit meer terug zou komen. Dat is toen Elaine was geboren. Toen ineens voelde ik van, Elaine leek ook heel erg op haar toen ze net geboren was. Dat was ook heel, heel, heel apart. Dus ik heb er 4 jaar voor nodig gehad om het te accepteren dat ze het niet meer zou zijn. In 1984 krijgen Peter en Jacqueline Polman hun eerste kind, een dochtertje. Een blond, vrolijk meisje dat ze Nimf noemen. Oh ja, dit is de eerste vakantie met Nimf in Zwitserland was dat. Ze was uiterst gevoelig, een beetje hypergevoelig was ze. Ze pikte alles op. Als ik verdrietig was, dan kon ze dat voelen. En ze kon mensen ook raken met wat ze zei. Want ze was gewoon zo direct dat... ze was heel stoer. Ze was totaal niet bang. Ze kon goed voor zichzelf opkomen. En hield van...
van avontuurlijke, stoere dingen. Dat was eigenlijk, zijn we altijd iets meemaken. Helene, jij hebt Nymph nooit gekend, hè? Nee. Dat lijkt me heel raar. Iemand die zo'n belangrijke rol speelt in het gezin en die jij nog nooit gekend hebt. Nee, dat klopt. Maar het is wel zo, nou ja, haar foto staat altijd ook in de huiskamer. En ik weet niet, vroeger is er wel altijd gewoon over gepraat. Dus dan probeer je ook wel zelf een soort beeld te maken van hoe ze was. Dat is wel heel moeilijk. En ja, er zijn ook heel veel mensen geweest die zeiden dat ik op haar leek. En dan ga je ook wel zo denken van, ja, maar hoezo dan? En dan wil je wel heel graag weten waarom dat zo is. Ik zou haar wel heel erg graag willen leren kennen, maar ja, dat gaat niet. Nou, ik vond het altijd mooi om met Nymph, en later ook met de andere kinderen, gewoon weggaan van het huis en dan dingen die zij vooral spannend vond. Die leukere, kleinschalige pretparken, waar toen ook nog wel de Efteling wel net in viel, hoor. Dierentuinen, we hebben alle dierentuinen gezien. Ook hield ook net als ik van stoomtreintjes. Maar dat je gewoon met z'n tweeën zo'n dag. Vader en dochter samen op ja, pad. Ja, ja, ja. Wat wel apart was, was ook, ze had dus die hangende avontuur en ze speelde heel graag zwerfkindje. Ja, zwerf, dat is een spel wat ze zelf verzonnen had. En achteraf denk ik ook van, god, wat gek dat ze dat eigenlijk, dat ze dat toen daar al over had. En dat het eigenlijk, ja, nog uitgekomen is ook, zwerfkindje. Contact heb ik altijd gehouden, heb ik nu nog. Dat is niet iets wat ooit verdwijnt, denk ik. Als je... En hoe is dat, dat contact? Dat is moeilijk te omschrijven, want dat is heel gevoelsmatig. Het gevoel dat ze toch altijd bij je is. Die navelstreng, dus wat ik je zei, die wordt nooit verbroken. Dat blijft. Het is mijn kind, het blijft mijn kind. Hoewel ik nu wel zeg dat ik 5 kinderen heb en geen 6. Dat is wel zo. Een jaar na de verdwijning meldt de politie dat de zaak is opgelost. Een Duitser, Georg Adler uit Boende, bekend dat hij Nymph Polman heeft meegenomen, seksueel misbruikt en omgebracht. Ik weet het nog precies, want we waren naar Van Cote en de Bie aan het kijken. En toen kwamen die mannen, die we natuurlijk goed kenden. En toen kwamen ze daar en dacht ik, oh, is hier zo'n shit verhaal, dacht ik. Het deed me echt helemaal niks. Dit is het gewoon niet. Eerst de zin die door mijn hoofd speelde was, er klopt geen moer van. Dat was het eerste. Toen hoorde ik die politieagent het verhaal vertellen en dan gaat toch wel je hart een beetje bonken zo van, oh, hij heeft er wel gezien. Dat wist ik ook. Anders kon hij dat niet weten. Maar er was een ander gevoel, dat zei, ja, maar het klopt niet. Het was heel dubbel, het was heel, heel chaotisch zoals die gevoelens op dat moment waren. En ergens dacht ik van, goh, als het zo zou zijn, zou het eigenlijk wel simpel zijn. Dat was eigenlijk het eerste wat ik, toen de politie zei, nou, het is een misdrijf en het is, we zijn eruit. Hij is het geweest en simpel verhaal. Ik voelde dat het niet zo was. En ik heb zelfs op een gegeven moment gedacht van, ik ga het doen alsof het zo is. Gewoon voor de rust van mezelf. En dat lukte dus niet. Dat ging niet. Ik ging daar naartoe om duidelijk te maken dat er getuigen waren die Nymph na die dag die Adler genoemd heeft, gezien hadden. De politie in Nederland heeft daar nooit aandacht aan besteed, ook niet op mijn herhaaldelijk verzoek. En het ging mij erom om dus duidelijk te maken dat die zaak, zoals min of meer gesuggereerd is in februari, niet opgelost was. Het sterkste punt vind ik dat er iemand is geweest hier uit het dorp die haar heeft zien lopen op een later tijdstip dan Adler haar gezegd meegenomen te hebben. Dus dat was voor mij al vreemd. En ik weet dat die man nooit, die heeft niet gelogen, die heeft de waarheid gesproken. Dus dat was voor mij één punt dat ik dacht, klopt niet wat Adler zegt. Maar dat hij een rol in het verhaal speelt, dat is wel duidelijk. Dat is voor mij wel iets wat vaststaat. Kun je heel sumier misschien aangeven in wat voor hoek het dan wel zit? Ja, heel sumier kan ik dat wel doen. Nymph was
bestemd voor het kinderporno-circuit. Daar, in het haar daar inbrengen, zijn een aantal dingen misgegaan. En Adler die heeft daar heel zijdelings wel mee te maken gehad, maar die heeft gefungeerd als dekmantel voor het grotere verhaal. Dat is eigenlijk alles wat ik er nu over wil zeggen, want anders ben ik een paar uur bezig straks. Ook nadat Adler is veroordeeld tot 11 jaar cel en tbs, gaat Peter verder met zijn zoektocht naar de waarheid. Uiteindelijk besluit hij om de zaak te laten rusten. Na een tijdje gaf dat ook wel een enorm rust en ben ik verder gegaan met het echte leven. Ja, ik had twee nieuwe kinderen erbij, twee dochters hebben we daarna nog gekregen. En ik vond dat het tijd was om als een gewoon gezin nu verder te gaan. Ben je nog wel eens verdrietig om haar? Soms als ik meisjes zie van haar leeftijd, dat ik me afvraag van goh, hoe zou ze geweest zijn als ze 28 zou zijn. Hè? Zou ze misschien kinderen hebben gehad? Of... Dat nog wel, maar er is niet meer dat verdriet dat ik de eerste jaren heb gehad. Dat is in die zin heel tijd wel het wonder. Ja, ik heb een plekje kunnen geven. Alleen de maand november blijft gewoon een vervelende maand. En met name als het mist. Dat vind ik, ja, ik had zoiets van, oh, hebben we het weer. Denk je er wel eens over na wat er van haar geworden zou zijn? Hoe ze zou zijn nu, als ze nog hier bij jullie zou zijn? Nee, ik heb dat aardse beeld heb ik niet meer. En dat heb ik ook niet in mijn fantasie of in mijn denken verder ontwikkeld. Jacqueline schrijft een boek over de verdwijning van haar dochter. Over grenzen heet het en het bevat vooral dagboekaantekeningen. En momenteel werkt ze aan een sprookje over Nymf, dat ze in eigen beheer wil uitgeven. Wat voor plek neemt zij nu in jouw leven? Ze is nog heel prominent aanwezig. Ze is er elke dag. Ik heb een klein tafeltje met een foto van haar, waar ik elke dag gewoon even bij zit. En zij ondersteunt me in heel veel dingen. Ik heb nu ben bezig met het laatste stuk van een sprookje dat ik voor haar geschreven heb. En ik weet gewoon dat zij degene is die mij als het ware het verhaal doorgeeft. Dus in die zin, wat ik net al zei, ik ben er niet kwijt. Zij inspireert me om dingen te creëren die ik zonder haar niet zou kunnen. Doordat ze me ingevingen geeft en is er een verhaal ontstaan over twee kinderen die allebei gestorven zijn en wat die beleven aan de andere kant die wij niet kunnen zien. Daar gaat het verhaal eigenlijk over. Ik heb dit geschreven omdat ik het gevoel heb dat, misschien is dat wel, het is een kinderboek, dat ik kinderen het gevoel wil geven dat de dood niet iets is waar je bang voor hoeft te zijn. We hebben natuurlijk altijd heel anders, hè, in de media gekeken naar de zaak van Nymf, vrij afstandelijk en nuchter. En dat kwam denk ik ook doordat wij, of althans ik spreek nog even voor mezelf, ik kijk anders naar de dood dan veel mensen doen. En al is Nymf dan dood, dat betekent niet dat ze weg is. En dat is eigenlijk wat ik in mijn sprookje, dan heb ik toch wel een dat wil ik eigenlijk meegeven dat de dood in feite een deur is waar je doorheen gaat, waar je daarna ook weer uitkomt en dat het iets is wat doorgaat, maar niet dat iets is van je valt in een groot zwart gat waar je bang voor moet zijn. Zij gaat eigenlijk op reis terug, als ze alles geleerd heeft daar in het heelal, gaat zij pendelen tussen de sterrenwereld en de aarde om kinderen te troosten. Dat is eigenlijk zoals het, ja, mag ik het verhaal niet, nee, ik ga het verhaal niet even verklappen. Maar dat is, zij wordt een sterrenkind dat heen en weer reist. Daar gaat het uiteindelijk. En dat is ze voor mij eigenlijk. Dat is ze eigenlijk. Ze pendelt heen en weer tussen die wereld en deze wereld. Geeft mij af en toe boodschapjes door en dan gaat ze weer weg. Zo voelt dat voor mij. Onder andere dit boek is een boodschapje van haar.